koning heeft behaagd u te benoemen. Tijdens het afscheid van niet terugkerende raadsleden in Maassluis heeft Gert-Jan Enserink een koninklijke onderscheiding en een erepenning der gemeente gekregen. Enserink is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn jarenlange inzet voor Maassluis als raadslid voor het CDA en later voor Maassluis Belang. Enserink is blij met de onderscheiding. Nou, dat vind ik ontzettend leuk. Ik zei het ook al in mijn toespraak net. De tijd dat je die automatisch kreeg als raadslid, die ligt er weer heel lang achter ons. En dit is echt een kwestie van aanvragen, mensen die dat voor jou willen gaan doen. Dus ik vind het gewoon een ontzettende eer dat ik met dit apparaat nu mag rondlopen op gepaste tijden. Van 6 van de 23 raadsleden is dinsdagavond afscheid genomen. Naast Enserink gaat het om Leo IJskoot van D66, Erna Ter Spenke van de VVD, Paul Vlendree van de VSP en Joën van Geest en Pieter Kromdijk van de PvdA. Donderdagavond wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.